straaljagers. Hashtag even wat anders. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video's over mijn tattoos en piercings. Ik doe normaal een beetje mom-related video's, maar ik dacht, dit is echt wie ik ben. Dus ik wou dat met jullie delen. En ik heb best wel een aantal tattoos en piercings, dus genoeg om over te vertellen. Let's start at the beginning. Waarom wilde ik tattoos? Mijn vader die had altijd tattoos. En ik denk echt al sinds dat ik me kan herinneren, deed ik plakplaatjes en zo opplakken. Die dingen die je bij de chips kreeg, weet je, dan kon je met zo'n doekje. En toen ik 15 was, toen heb ik mijn eerste tattoo gezet. Maar het mocht van mijn moeder, omdat het, laat maar zeggen, de betekenis was van al mijn broertjes en zusjes. Dus, let me show you. Dit. MDS, ja, dat is een spiegelbeeld met een roosje, was mijn allereerste tattoo. Dat is nu gewoon bijna 10 jaar geleden. Maar toen was het echt nog in een schuurtje voor volgens mij 30 euro of zo. Ik wist ook altijd eigenlijk al wel dat ik gelijk meer tatoeages wilde. Dus mijn moeder die was al een beetje zo van Maar ja, het gebeurt gewoon. Ik vind tatoeages mooi. Het is ja, voor mij is het ja, echt laten zien wie je bent. Het zijn allemaal momentopnames die je op je lichaam zet. Dus op dat moment wilde ik die tatoeage heel graag. En ik heb het laten zetten. En achteraf kan ik daar geen spijt van hebben. Want dat was wat ik wilde. Ja, en dat is wie ik nu ben. En dit zijn allemaal levensverhalen. Allemaal unieke momenten. Of met vrienden. Of dat soort dingen. Exen. Ja, maar die zijn al weg gelukkig. Maar ja, dat was mijn eerste tattoo. En dit was mijn tweede. En er staat... An opinion is the medium between knowledge and ignorance, bitch. Werd in die tijd, ik was 16, werd ik best wel gepest. En toen luisterde ik heel erg naar het liedje van Spun a Web van Coldplay. En J. Rowe had daar een rap op gemaakt. En dat gaat een beetje over... nou ja, succes is the best revenge en dat soort dingen en hele poëtische momenten, poëtische stukken. En ja, ik zat toen heel erg in mijn swag girl fase, dus vandaar die tekst. Toen werd ik 17 en verhuisde ik naar Bali, het eiland waar tatoeages mega goedkoop zijn. En ik heb er hele goede vrienden gehad die ook in shops werkten. Dus dat ging allemaal best wel snel. Dit was deze. Deze, hoe kan ik hem het beste? Ik had hem in die tijd gezet dat mandala in een keer helemaal hip werd. En ik vond dat super gaaf. Een beetje dat henna-achtige stijl. Dus toen heb ik die gezet. Daarna heb ik deze tatoeage gezet. Die had ik laten zetten. Ik ga erbij staan hoor, want volgens mij is ook op mijn been. Die had ik laten zetten, want ik had hem ergens gezien, zoiets. En dat vond ik gewoon echt heel mooi. En het idee ook, ik ben in die hele fase van de puberteit door mijn moeder opgegroeid. En ik zie haar echt gewoon als een voorbeeld, als een sterke vrouw, als een gewoon een moederleeuw, weet je wel, die je beschermt. Dus voor mij is dat meer een soort beschermend idee. Daarom had ik het laten zetten en ik vond hem heel mooi. Nou, hier nog eentje op mijn been. Die. Dit is een van mijn favorieten. Dat is een dolfijn met een gitaar. De reden van die tattoo, en omdat dit echt mijn favoriete tattoo is, is omdat mijn ouders in Bali, want mijn vader komt van Bali, dat die daar een restaurant hadden. En dat heette Spunky's Café. En dit was hun logo. Het is misschien de meest lelijke en simpele tatoeage die ik heb, maar hij betekent wel heel veel voor mij. Toen... kwam ik naar Nederland. Toen ging ik in de tattoo shop werken. Dus dat ging ook heel erg snel. En ik, ja, ik zat een beetje in ook zo'n fase dat het me niet zoveel uitmaakte wat ik ging zetten. Dus ik heb mensen laten oefenen. Achteraf ook geen spijt van. Ze zijn wel een beetje uitgelopen. Maar ja, hoort er ook allemaal bij. En dat zijn deze.
ook weer op mijn been. Eerst heb ik deze laten zetten door Ivan, dus een collega van mij. Ik heb mijn benen niet geschoren, dus don't mind de stoppels en zo. Maar en een hele goede vriend van mij, Jona, die, nou ja, die ken ik al gewoon sinds dat we klein zijn. En hij tekent heel veel en deed graffiti art en zo, nu niet meer, maar toen wel. En dit was echt zijn statement vogel. Ik ga zo ook laten zien, ik heb allemaal schilderijtjes. Dus die wilde ik heel graag hier. Dit is trouwens dan iets wat Jona heeft gemaakt. En dit schilderij ook. En zie je, dat is dan het vogeltje wat ik dan ook op mijn been heb. En dit heb ik door Janai laten zetten. In de vorige vlog had ik wat over haar verteld. Nou, toen was zij ook nog aan het oefenen. En dit is wel een rot plek om te oefenen hoor. Maar hij zit er nog steeds super goed in. Misschien dat ik hem ooit nog wil laten schaduwen. Dus ja. En wat heb ik nog meer? Oh. Ik heb op mijn achterbenen. Kijken. Some dance to remember and some dance to forget. Iemand die een beetje van wat oudere muziek houdt, die weet het misschien wel. Dat is van het nummer Hotel California. Dat is echt ja, mijn favoriete nummer. Het is gewoon zo'n... Oh, het geeft me gewoon zo'n Bali gevoel. Gewoon dat nummer alleen al. Ik ga hem even opzetten. Ja, oh, gewoon lekker of zo. Ja. Dat nummer geeft me gewoon zoveel gevoel en herinneringen. En ik heb vroeger ook heel veel gedanst. Verder heb ik hier, want ik wilde graag een sleeve. Een sleeve. En even kijken. Dit is door Javy gezet. Ook een tatoeëerder bij ons. En hij is wel echt gewoon fucking goed. Even kijken. Het is een krijger. Met ja, wat mandala. Hier, dit is mijn, mijn horoscoop. Mijn sterrenbeeld. De kreeft. En hier wat versiering. Zodat ik het door kan trekken. Want ik wil eigenlijk wou ik het dit jaar afmaken. Maar vanwege de verhuizing heb ik geen oehang. Dus dat is mijn krijger. Dan heb ik... Welke kant? Hier. Op de tattoo-conventie in Düsseldorf. Dortmund of Düsseldorf? Ik weet even het verschil niet. Heb ik door een tattoo-artiest die ik ook best waardeer. Toevallig ook in Nijmegen. Zijn naam is Rick. Rick Plak. En ja, dit is gewoon schattig. Een klein roosje. Verder ben ik ook heel erg into Egyptische dingen. Egyptische godinnen. De verhalen, ik vind het gewoon heel mooi. Ik heb hier scarabee met vleugels die dan zo hier bijna elkaar kruisen. Hij is nog niet af. Dus dat is Isis. Maar ik heb een keer een droom gehad over Isis. Dus daarom wilde ik heel graag haar groot op mijn rug hebben. Want ik heb ook boven mijn... spiegel heb ik altijd staan van your powerful goddess. En gewoon het weten dat je als vrouw gewoon echt een godin bent. Dat geeft je zoveel power. Gewoon tegen jezelf zeggen van, weet je, we kunnen alles maken wat we willen. Of maken, we kunnen alles doen wat we willen. We kunnen alles zijn wat we willen. We kunnen alles worden wat we willen. En dat is die godin in ons. Die sterke vrouw die dat naar boven brengt. Dus ja, zij is gewoon de ultimate power woman voor mij. Dus vandaar dat ik haar heb getatoeëerd. Verder, ik heb Judah's naam. Tuurlijk, niet vergeten. Ik heb Judah's naam. Door Gio, die is bij ons een ja, expert in letters en schrijven, calligrafie. Hij heeft deze ook gezet. Hier staat 95. Van mijn geboortejaar. Ik heb hier een zwarte band. Daar stond de naam van mijn ex. En dat is niet de bedoeling meer om dat te doen. Dus weg ermee. En oh ja, ik heb samen met Eddie dan wel nog samen een tattoo gezet. De naam van, of de naam. Even kijken, de geboortedatum van Juda
in Romeinse cijfers, dus 18 januari 2019. En dat was het voor tattoos, volgens mij. Ja. Ja, dat waren mijn tattoos. Vind ik tattoos pijnlijk? Ja, echt super erg. Kleine tatoeages en mensen die zeggen tatoeëren doet geen pijn. Dan heb je echt maar zo'n tatoeage van een half uurtje. Maar ga maar eens een keer langer dan 3 uur zitten, want dan voel je het echt wel. Maar ja, het is wel mooi en het is leuk en het is duur, maar dan heb je wel wat. We gaan over naar piercings. Voor de piercings ga ik even wat dichterbij zitten. Ik heb 2 neuspiercings. Don't mind my wallen. Ik heb een kindje dat niet goed slaapt. Even kijken. Ik heb hier een neuspiercing van Maria Tesh. En hier een normale. Ik zeg altijd tegen klanten dat neus niet zo pijn doet. Maar ik vond het wel heel erg pijn doen. Verder in mijn oor heb ik hier een helix piercing. Dit is wel een leuk verhaal. Deze heb ik samen met een... deze heeft een goede vriend van mij gezet. Hij was toen leerling bij ons in de tattoo shop. En toen hadden we een deal dat ik een tatoeage bij hem mocht zetten. En dan mocht hij mij piercen. Dus hij heeft een hele kleine E-steken. En hij heeft deze bij mij gezet. Tja, nou, hij zit nog steeds hoor. En dit is... Ik weet niet of die zo scherp zat. De date piercing. Ik vind het gewoon een super mooie plek. En dit is dan met een sieraadje van... Maria Tesh. Super fancy. Nee, dat is een wit-goud sieraad met zwart opaal. En ja, het is gewoon een duur sieraad. Maar je kan er wel gelijk mee zetten. Dus dat betekent niet dat je eerst met een zweerknopje of zo moet zitten. Dus dan heb je gelijk iets moois. En ik heb deze ondertussen ook al 2 jaar nooit aangezeten. Laatst was hij er per ongeluk uitgevallen. Maar verder prima. Aan deze kant, oh, ik heb alles eruit. Oké, ik heb hier in ieder geval een conch. Hier doe ik normaal een ringetje in. Waar is mijn ringetje? Oh ja, dat was het. Ik ben hem kwijt. Ik moet even op werk een nieuw kopen. Maar ik heb hier normaal een ringetje. Dan is dit ook een knopje van Maria Tesh. Wit goud, spijkje. En gewoon wat zilveren oorbellen. Nee, niet van Louis Vuitton. Want ik vind het veel te duur voor gewoon een zilver oorbelletje. Dan mijn ergste piercing. Hier krijg ik waarschijnlijk ook de meeste vragen over. Dat is de snake eye piercing. Die heb ik 4 jaar geleden laten zetten. Deze piercing wordt eigenlijk nergens meer in Nederland gezet. Omdat er te veel risico's aan vastzitten. Ik heb hem zelf ook nooit willen zetten. Mijn collega heeft hem bij mij geprobeerd. Dat hebben we wel 3 keer overnieuw gedaan. Voordat we nog wisten wat de risico's waren en dat soort dingen. Nou, ik moet je zeggen, ik ga nooit echt oud van dingen. Maar deze piercing, ik werd er helemaal bleek van. Ik kon wel overgeven, janken, alles. Hij deed echt heel veel pijn. En heel veel mensen vinden hem heel vet. En we krijgen ook in de shop nog steeds vaak vragen van, zetten jullie die piercing? Nee, dat doen we niet. Dus ja, ik ben super blij met deze piercing. Daarom wil ik hem er niet uithalen. Omdat ik ook weet dat ik hem nooit meer overnieuw ga zetten. En staat wel stoer. Of zo. Dat waren mijn piercings die ik nu heb. Ik heb er meer gehad. Onder andere hier. Je kan nog litteken zien. Ik had een surface piercing. Dus dat is dat je dan zo'n staaf met 2 bolletjes. Je houdt er gewoon echt een lelijk litteken aan over. Ook op mijn buik. Het is gewoon... Ik heb die er pas uitgehaald toen ik zwanger was. Toen begon die zwaar te ontsteken. Dus toen moest die eruit. Dus nu heb ik gewoon een lelijk litteken daar. Ja? Heb ik verder nog iets? Nee, dat was het. En 4 jaar geleden ben ik zelf in de leer... 4, 5 jaar geleden ben ik zelf in de leer gegaan als piercer. Ik ben gestopt met piercen... Tot aan mijn zwangerschap, omdat ik toen gewoon niet meer tegen bloed kon. En nou ja, je krijgt best wel vieze dingen af en toe. Ik heb denk ik, weet ik veel, hoeveel poezen gezien. En ik heb zoveel vieze verhalen.
zoveel flauwvallers meegemaakt. Maar het was wel ook heel leuk werk. Want je hebt gewoon een leuk team. En weet je, je maakt mensen ook blij met een sieraadje. Dus dat vond ik super leuk. Alleen nu is het gewoon niet meer. Voor mij is een fase. Ik ben daar al een beetje overheen. Dus nu doe ik andere dingen in de shop. Nog steeds hele leuke dingen. Ik hou nog steeds van de shop. Maar ik pierce niet meer. Dus als je een piercing wil, dan kan dat bij mijn collega. Nou, dat waren mijn tattoos en piercings. Hebben jullie nog vragen over dingen die ik op mijn lichaam heb of op mijn lichaam wil? Of of heb je nog vragen over piercings? Wil je wat zetten? Ik weet er best wel veel vanaf. Ik weet er echt heel veel vanaf. Ook qua genezen, dat soort dingen. Heb je vragen over nepel piercings tijdens de zwangerschap, dat soort dingen. Ja, daar kan ik je allemaal bij helpen. Vond je dit een leuke video? Thumbs up. En abonneer ook. Maak je mij blij mee. En dan kan je mijn vlogjes ook zien en andere video's. Dus